Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Burgemeester Boy Scholtsen mocht zijn eerste lintje doorknippen met de schaar die hij van zijn vorige werkgever had gekregen en opende daarmee de Maaikwist. Op zaterdag 13 mei tussen 10 en 12 uur konden de deelnemers zich aanmelden voor de Maaikwist bij de Amberhal. Het was een gezellige ochtend, waar de eerste opdrachten aan de deelnemers meegegeven werden. Rond 12 uur hadden zich maar liefst 55 teams al aangemeld. De eerste opdracht is het maken van een joker. En die moet voldoen aan de 5 criteria zoals omschreven is in de opdrachtbevestiging die zij meegekregen hebben. Deze joker moet tijdens de teamcaptainsavond in september 2023 ter beoordeling ingeleverd worden. Hebt u zich echter nog niet ingeschreven voor de Maaikwist? Dan kan dat nog tot 31 mei aanstaande. U kunt uw gegevens doorgeven via info@maaikwist.nl. In die mail moeten wel wat gegevens vermeld worden. De teamnaam, de teamcaptain, het mobiele nummer, e-mailadres, de leeftijd van de teamcaptain en het speeladres. De wijze van betaling voor het inschrijfgeld zou jullie dan toegestuurd worden. Het bestuur en de organisatie van Stichting de Maaikwist wenst iedereen veel succes. De gemeente Drimmelen werkt al enige tijd aan de plannen voor een bypass in Hoge Zwaluwe. In 2021 koos de gemeenteraad om de bypass voor enkele tractoren verder uit te werken. In het coalitieakkoord is daarna afgesproken om te investeren in die bypass en deze open te stellen voor al het zwaar verkeer. De eerdere budgetten van de bypass en voor de aanpassing van de Zoutendijk bleken onvoldoende. Er werd aan de raad extra geld gevraagd. En ze presenteerden daarvoor de plannen tijdens de informatieronde op 17 mei in het gemeentehuis. Op 8 juni neemt de gemeenteraad een besluit tijdens de raadsvergadering. Wanneer de raad akkoord is, vervolgt de gemeente de voorbereidingen voor het bestemmingsplan en de aanleg van de bypass. Voor de Zoutendijk worden de ontwerpen afgerond en uitgevoerd. Eerder dit jaar vroeg de gemeente met een korte vragenlijst naar uw wensen en behoeften over het meepraten en meedenken over plannen in onze gemeente. 95% van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld wil wel of misschien meedenken met de gemeente. Daarbij vinden ze het wel van belang dat ze er tijd voor hebben en dat de inbreng meegenomen wordt in het verdere proces. Daarbij is meegegeven dat het belangrijk is dat de gemeente aan de voorkant duidelijk is over waar precies over meegedacht kan worden. Ook geven de deelnemers aan het liefst in een vroeg stadium betrokken te worden en terugkoppeling te krijgen over wat er met de inbreng wordt gedaan. De bereidheid om mee te denken is het hoogst als het gaat over onderwerpen in het eigen dorp. Op wijzendrimmelen.nl kunt u bij Denk mee, Doe mee meer lezen over het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Afgelopen weekend werden bij Maders Boys maar liefst 4 kampioenswedstrijden gespeeld. Team 2, jongeren onder de 19, speelde voor het eerst om het kampioenschap. Deze wedstrijd tegen de directe concurrent Wernhout Team 1 van jongeren onder de 19 was een belangrijke wedstrijd. Want ook Wernhout kon met een overwinning kampioen worden. Met 4-2 werd deze wedstrijd beslist. De jongeren onder de 19, Team 2, hebben nu alle wedstrijden gewonnen en zijn daarom ook terecht kampioen geworden. De Zaterdag 2 was vorige week woensdag al kampioen geworden. Team Zaterdag 5 speelde thuis ook voor het kampioenschap. Ook afgelopen zaterdag wonnen zij met een overtuigende overwinning. Zondag 3-4 speelde afgelopen zondag ook thuis voor het kampioenschap. Deze beslissende wedstrijd wonnen de boys met 2-1. Wij feliciteren alle kampioenen van Maartense Boys van harte. Op 16 mei 2022 opende toenmalig wethouder Lieke Schuitmaker het nieuwe VVV Informatiecentrum in Drimmelen. Een informatieplek voor inwoners en toeristen voor de gehele gemeente Drimmelen. Inmiddels staat de VVV aan de vooravond van het nieuwe toeristenseizoen. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in de structurering van de informatievoorziening en er is ook op bestuurlijk niveau het nodige veranderd. Reden te meer voor haar opvolger, wethouder Tim Simons, om het eenjarig bestaan mee te komen vieren. Samen met bestuur en vrijwilligers keken ze terug naar het afgelopen jaar, lanceerden ze de nieuwe website en blikten ze vooruit naar het nieuwe seizoen.
bel of app de Asbet-telefoon even als u nu ondernemer bent of particulier. U kunt met al uw vragen over Asbet terecht bij de Asbest-telefoon van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Van informatie over uw sloopmelding tot instructies voor het verwijderen van asbest. De Asbest-telefoon is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8 tot 12 uur op telefoonnummer 06 52 85 73 23. Onlangs herbouwden vrijwilligers op de Hofmansplaat een schrankkeet om te laten zien hoe zwaar het werkleven van de grindwerkers was. De keet laat zien hoe de grindwerkers in de 19e en 20e eeuw verbleven. Ze aten en sliepen door de weeks in zo'n schrankkeet. Deze eenvoudige hutten werden in eerste instantie gemaakt van riet. De overheid besliste in 1924 dat de schrankketen niet meer van riet gemaakt mochten worden. Voortaan moesten ze van hout en later zelfs van steen zijn. Waterschap Brabantse Delta mag aan de havenkade in Terheide een betonnen keermuur bouwen van 60 meter lang en bijna een meter hoog. Dit beslist de Raad van State woensdag. Stichting Toeristisch Traaien en Bond Heemschut hadden bezwaar gemaakt tegen de keermuur. De twee organisaties pleiten voor een demontabele keermuur, zoals die in andere gemeenten met een mooi historisch avondje is toegepast. Het waterschap is daar niet voor en voelt zich ook niet gehouden daaraan, omdat het Terheidense haven geen officiële cultuurhistorische waarde heeft. Er komt een pilot met camerabewaking bij de carpoolplaats aan de Zeggelaan in Terheide, waar vooral vrachtwagens regelmatig het doelwit zijn van criminelen. Het wordt de eerste plek met gemeentelijk cameratoezicht in Drimmelen. Het is nog niet bekend wanneer de pilot, die in elk geval een half jaar zal duren, van start gaat. Het college kan eigenstandig het besluit nemen om met cameratoezicht te beginnen, maar wil eerst nog de mening van de gemeenteraad horen op 25 mei. Vervolgens moet de politie en Openbaar Ministerie toestemming geven. De bedoeling is dat de camera's bij de carpoolplaats dagelijks van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens beelden gaan opnemen. Ze worden niet live bekeken, maar kunnen als aanvullend bewijs dienen bij eventuele strafbare feiten. De gemeente hoopt ook dat de camera's een afschrikwekkende werking hebben. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En zijn wij ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag tot ziens!